Colruyt Groep is, zoals dat de naam ook zegt, een groep, een verzameling van bedrijven waar dat de meest gekende onze retailmerken zijn. Maar het is ook een groep die zich kenmerkt door heel veel verschillende activiteiten. Zo hebben we ons eigen finance office, onze eigen IT-organisatie. Maar daarnaast hebben we nog andere specifieke bedrijven ter ondersteuning van onze retailactiviteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld onze eigen energieproducent. We hebben een bedrijf dat inzet op brandstoffen. Colruyt Groep kenmerkt zich als een retailgroep, maar met heel veel eigen ondersteunende activiteiten. En om daar op vlak van IT en op vlak van architectuur een antwoord te kunnen bieden, hebben we gekozen om het project Service Oriented Architectuur, of afgekort SOA, op te starten. Om dus toe te laten dat we onze verschillende businessactiviteiten vlotter op elkaar kunnen afstemmen, dat ze vlotter met elkaar kunnen communiceren en vlotter kunnen services uitwisselen. Dus wij hadden ook bepaalde technieken nodig om die verschillende IT-systemen vlotter met elkaar te laten communiceren. En het SOA-project biedt ook daar een antwoord op. Tijdens het project hebben we ook gemerkt dat we wel konden inzetten met het SOA-project op wendbaarheid op enterprise-niveau, maar dat er ook nog een nood is aan wendbaarheid op meer applicatief niveau. En om die reden hebben we een extra project opgezet, dat is het API-management-project. En daarmee willen we vooral inzetten op de applicatieve user-experience-systemen, waar de gebruikers mee werken en die we willen kunnen beschikbaar stellen op heel veel verschillende devices, gaande van mobile devices, gewoon standaard pc, tot echt ja, devices die ze in magazijnen en zo gebruiken. Voor het realiseren van het SOA-project wisten we ook al heel snel dat we onvoldoende kennis in huis hadden om dit zelf te doen. En daarom hebben we beroep gedaan op de externe expertise van Thomas Delacour van Archers. Die heeft ons toch wel geholpen om dit project versneld te kunnen opleveren. Alle projectdoelstellingen zijn gehaald in die zin dat we vanaf het opleveren van het project mogelijk gemaakt hebben om SOA-services te kunnen gaan bouwen. Dus dat gaat hem van het opleveren van trainingsmateriaal, van coaching, maar we hebben bijvoorbeeld ook een volledige governance-structuur opgezet waarmee dat we het mogelijk maken om systematisch op te volgen of dat we met het embedden van een SOA-architectuur in onze organisatie systematisch onze businessdoelstellingen kunnen bereiken. Hadden we dit allemaal zelf moeten doen, dan hadden we nooit zo snel deze resultaten kunnen opleveren als wat we nu gedaan hebben met het SOA-project.